Je werkt natuurlijk binnen de omschakeling van naar aanvoer toe werk je vanuit de intenties. Nou, de intentie is uiteindelijk wat we willen. Dus wat wil je in het omschakelen? En we komen zo meteen, komen Joep en ik terug op naar wat wij zelf, wat zelf de intenties zijn vanuit Heerenveen en vanuit onszelf. Dus daar komen we zo op. Maar de intenties, denk ik, het allerbelangrijkste om het nog even wel heel duidelijk toe te lichten. De intenties, wat we willen. Dus wat wil je in het omschakelen naar aanval? Ja, kijk, en een mooi woord wat veel wordt gebruikt, principe, is vaak de hoe. In principe, dat kun je overal op het veld toepassen. Nou, ik heb het net al gezegd, in verschillende zones, verschillende fases. Maar de situatie is altijd leidend om tot je principe te komen. Je kan het principe heel goed trainbaar maken door dat ook veel te herhalen. Maar een situatie is, wat Jeffrey heel goed zegt, altijd anders, altijd ongestructureerd. De ene keer staat de tegenstander op lijn, de andere keer stapt de tegenstander door met de centrale verdediger. En daar moet jij ook heel goed op kunnen anticiperen. En ja, het is voor een jeugdspeler natuurlijk al moeilijk genoeg om te lezen. Maar door principes aan te bieden en die ook vaak te herhalen, komen we vaak ook tot, ja, hoe doen we dat nou eigenlijk?